Hallo allemaal. Nou, zoals jullie weten is het bijna Dierendag. En ik wil dit jaar uiteraard mijn konijntjes weer gaan verrassen met leuke cadeautjes. En ja, aangezien ik de laatste tijd best wel bezig ben met minder afval produceren, wil ik dus gaan kijken of ik zero waste cadeautjes kan gaan kopen. Nou, neem jullie mee naar de plaatselijke dierensupermarkt en dan gaan we samen op zoek. Nou, dit is echt een gigantische zaak. Dit is allemaal voor honden en katten en zo. En boven heb je voor de konijntjes en zo. Ik zit hier dus bij de rolletjes. Dat is allemaal in de plastic. Sorry voor alle herrie trouwens op de achtergrond. Het is zondag, dus heel veel kinderen. Maar dit was heel leuk geweest. Maar ik ga dat niet kopen, want het is in plastic. Nou, dit zou nog wel eens iets kunnen zijn. Er zit natuurlijk nog wel een kaartje aan, maar daar ga ik niet moeilijk over zijn. Het is zonder plastic. En ik denk dat ze hier wel aan gaan knabbelen en zo. Het is voor hamstertjes bedoeld, maar ze kunnen hier lekker mee gaan rollen en zo, dus wie weet. Ze hebben hier ook huisjes. Dit is voor kleine dieren, maar ze hebben ook voor kleine konijntjes. En hier bijvoorbeeld, maar daar zijn die van mij te groot voor. Het is wel leuk knabbelmateriaal. Eens even kijken. Nou, dat is natuurlijk ook leuk. Dat kun je in het hok hangen. Het is eigenlijk ook niet voor konijnen, maar wie weet. Kijk. Nou, dat is natuurlijk wel super leuk. Nou, ik denk dat dat voor konijnen ook heel geschikt is. En helaas in plastic. Maar hier houden ze natuurlijk ook heel erg van. Ik heb hier echt iets heel erg leuks gevonden. Ik vind het wel een beetje duur, maar ja, hier kun je dus brokjes in doen. En dan kunnen ze zo lekker eraan draaien om in de hoop dat ze de brokjes eruit krijgen. Nou, die ga ik zeker kopen. En deze ga ik kopen, die je kunt ophangen. Dit is ook altijd leuk. Dan kunnen ze die laadjes zo eruit trekken. Nou, dat hoop ik tenminste. Oh, hier. En daar kun je ook brokjes in doen. Maar zoiets heb ik al. Ik sta hier nu bij bakken met voer die je kunt scheppen. Ja, dat is natuurlijk heel erg zero waste. Alleen ik weet niet wat voor kwaliteit het is. Maar ik vind het in elk geval een goed initiatief. Het is allemaal gemengd. Ik geef zelf de voorkeur aan Bix. Maar dan van een ander merk. Ik doe altijd van Versele Laga. Maar hier kun je dus ook allerlei voer kopen. Ja, ze hebben hier een heel erg leuk verblijf voor allemaal pluimvee en konijntjes. Nou ja, konijntjes, het zijn echt hele grote. En je mag er ook bij, dus ik ga even kijken of dat mij lukt. Hallo jongens. Hey. Jij bent groot. Ik denk dat mijn Sera ook zo groot gaat worden. Hey, dat is raar. Hey.
vluchten van alle klanten, hè? En daar zit er eentje helemaal achter het gaas. Oei, ben je een beetje verlegen? Hé? Ja, hallo. Yo. Ja, ik zou ook wegkruipen. Tijd om te gaan afrekenen. Zo, ik ben weer buiten. En ja, ik heb een aantal mooie dingen gekocht. Conclusie is wel dat heel veel nog in het plastic verkocht wordt. En dat is soms ook wel logisch, omdat ja, een lentenrol bijvoorbeeld, ja, daar valt gewoon heel veel gruis af anders. Maar ik ben toch geslaagd. Jullie dit een leuke video vonden. Ja, het is dus niet goedkoop, maar ik denk dat het wel allemaal van goed materiaal is waar ze ook van mogen knagen. Het is allemaal onbewerkt en ja, weet je, het is maar één keer per jaar dierendag en ik heb 3 konijnen, dus ook 3 cadeautjes. En nou, ik denk dat ze er heel erg veel plezier van gaan hebben. Dankjewel voor het kijken.